In dit overheerlijke programma maken de Njamchefs telkens een eenvoudig en lekker gerecht klaar. Vandaag staat culinaire duizendpoot chef Jan Bijtaart achter de stoof. Welkom bij De Dagschotel. Vandaag maken we een salade liégeoise. Dat is een erfstuk uit onze nationale keuken. Dat is een hele lekkere salade met krokante groene bonen. Echt prinsessenbonen met spekjes en aardappelen. Lekker in de winter, warm, maar ook excellent in de zomer. Koud bij de barbecue. Tuurlijk, essentieel bij zo'n gerecht zijn de boontjes. Daar beginnen we mee. En dat moeten nu eens niet die extra fijn boontjes zijn die we altijd overal opgesolft krijgen. Dat zijn echt de bonen van bij ons deze. Prinsessenbonen. Zelf een maat groter en dan noemen ze dat boerentenen. Fantastisch ook. En dat zijn de bonen die we gebruiken van de salade liégeoise. Zo, dat zal ondertussen wel genoeg zijn voor hetgeen dat we nodig hebben. Zo. We gaan het potje opzetten. We doen daar ineens kokend water in. Dat mag veel water zijn. In het Frans noemen ze à grande eau. Dat moet zwemmen. Terwijl het dat water kookt, houden we ons al bezig met de aardappelen. Die aardappelen die gaan we stomen. Omdat een gestoomde aardappel die blijft veel vaster. Die blijft ook zijn zetmeel behouden. En natuurlijk is dat van een salade lekker dat je goede, stevige, krokante aardappelen hebt. We gaan er wat kleintjes uitzoeken. We gaan die even afspoelen. En dan gaan we al een stoomertje klaarzetten ook. Je moet zien als je zoiets stoomt dat je wel een beetje hetzelfde formaat, zodanig dat de ene niet te ver is en de andere nog niet gaar. Nu, voor dat stomen zelf, er zijn heel handige dingetjes voor. Kijk, dat is een stoommandje. Dat kun je in elke pot kwijt. We gaan onze aardappelen eerst gewoon even in volle water even afspoelen. Zo. Sowieso een vastkokende aardappel. Hè. Het is niet de bedoeling dat we hier puree van gaan maken of zoiets. De bedoeling is dat die in schijfjes gebakken worden. Dus. Maar er zijn soorten genoeg die dat aan kunnen. Wat doen we hier in zo'n stoommandje in? Daar doen we gewoon van onder nog een centimeter of twee water. En dat mag ineens kokend water zijn. Dat kan hier geen kwaad. Zo. En er mag een deksel op. Geen zout. Dat is niet nodig. Die zijn, denk daaraan, die zijn vlugger gaar dan een gekookte aardappel. Want stoom is warmer dan kokend water. Dus als we toch even moeten wachten, dan gaan we al een paar uien schillen. Die hebben we ook nodig. Zo. Die uitjes die houden we nog even opzij. We gaan dat spek al snijden. Wat hebben we ervoor nodig? Gerookt buikspek. Dat alleen al. Hè. Geruikt die rooksmaak erin. Dat is hetgeen dat we daarna ook straks gaan terugkrijgen. Wat we nu wel gaan doen, maar dat zit hier nog wel op. Dus er zit nog een stuk van buikvel zit hierop. Dus dat gaan we afsnijden. Ik krijg ondertussen wel het signaal dat het water van de boontjes kookt. Dus dat gaan we eerst even doen. Deksel blijft er nu wel af. Gaan we verder met ons pik. Zo. We gaan het spek al klaar versnijden. Het moet niet te dun zijn, maar je moet er rekening mee houden. Gerookt buikspek is, zoals het woord zegt, gerookt en gepekeld, maar is niet gaar. Dus je moet dat ook niet te dik gaan snijden, want je moet dat wel in je pan gaar krijgen. Want dat is anders ook niet lekker. Zo. Die uien gaan we niet te fijn snijden. Ik vind persoonlijk van dat soort landelijke gerechten dat je dan niet moet beginnen met dingen heel fijn te versnipperen of zo. Dat mag allemaal een beetje robuuster, een beetje landelijker zijn. You've done it all. You've broken every code. Called the rebel to the throne. Zo, we hebben ons uien klaar. We gaan eens even de test doen met de bonen hier. Ja, perfect. Als je die nu gewoon afgiet, dan verkleuren die. En dan blijven die warm. Dan worden die gaarder. Dus wat doen we er? We gooien die onder de koude kraan. Dus we laten dat
Nog een minuutje of vijf onder de koude waterkraan staan. Ik denk dat ondertussen... Ja, de aardappelen die zijn ook klaar. Wat gaan we daarmee doen? Die gaan we eruit halen. Kijk, zo'n stoommandje, daar zit een klein handvatje in. En dan gaan we die hierin overbrengen. Waarom? Omdat die nu nog wel lichtjes te warm zijn om te pellen. Zo. Kunnen ze goed uitlikken ondertussen ook. En ze zijn precies gelijk dat ze moeten zijn. Niet te krokant. Voilà, onze aardappelen die zijn ondertussen iets minder hot. Dus daar kunnen we iets aan doen. You are my star. I'll stay and catch your fall. Pack your belongings. We'll hide out. We'll see it come. Nu gaan we stilletjes aan beginnen te denken aan bakken. Dus bakken en klaar en warm maken. Al onze basisingrediënten zijn klaar. Alleen onze aardappeltjes moeten nog gesneden worden. Dus we gaan ons spek aanbakken. Voor dat spek gebruiken we een klein beetje boter. Niet te veel. Spek heeft sowieso dus vet van zichzelf. Maar dat duurt wel even voordat dat eruit komt. We gaan dus in fase. We gaan ons spek bakken, onze aardappeltjes. We kunnen die al wat snijden. Het mogen vrij consistente plakjes zijn. Dat moet niet te fijn zijn. Ja, en als je dat inderdaad dan zo ziet, dat spek, dan zie je ook dat dat is lekkerder dan die kleine, wat ze lardonkjes of spekblokjes noemen. Hè. Hier heb je echt het spek gebeuren. Hè. En er is nog een klein extraatje bij waar we nog niks over gezegd hebben. Zo'n laagse salade, die wordt ook heel lichtjes gebonden. En dit is aardappelzetmeel. Als je gaat terugkijken bij wat huisvrouwen, wat de mensen vroeger in hun keuken deden, dat daar ook de boontjes lichtjes gebonden werden. En dat is dezelfde gewoonte. Kijk, ons spek ondertussen, dat is genoeg gebakken. Dat gaan we in de grote pot doen hier. En ik doe dat bewust niet in één gietbeweging, want ik zou heel graag hebben dat er van dat braadvet van dat spek, dat er een beetje in de pan blijft liggen. Want dat is de ideale voedingsbodem voor onze aardappeltjes. Dan pakken die al een beetje de speksmaak mee voordat ze feitelijk in de salade liggen. We hebben kippenbouillon die elke kok mee in zijn handbagage neemt. Dat is altijd enorm gemakkelijk. En dan moet je dus niet meer doen. Gewoon om dat lichtjes te binden, hè. Meer niet. Voilà. Zo, dat kan even alleen voort. Die aardappeltjes ondertussen kunnen die ook gedraaid worden. En dan gaan we die nog even laten verder bakken. Onze jus is hier gewoon gebonden. De gewone witte azijn, de witte huishoudazijn, een beetje erbij. Nu, hoeveel, dat is een kwestie van voorkeur. Ik zou dat toch niet te zuur maken. Want je moet respect hebben voor je andere producten, ook voor je boontjes en je spek en zo. Je moet dat allemaal blijven proeven. Zo, aardappelen zijn mooi krokant gebakken. Waarom doen we dat met een schuimspaan? Omdat we toch niet overdadig veel vet in onze salade willen hebben. Zo, dan laatste fase, onze uien. Die gaan we er ook in bakken. Hetzelfde verhaal als de aardappeltjes. Die pan waar het spek in gebakken heeft, dat is de beste smaak die we gaan vinden. Dus denk er dan ook aan dat je eerst je spek bakt, want anders heb je dat niet. Dat mag zeker 6-7 minuten bakken dit. De boontjes die gaar zijn, die gaan we hier al bij doen, want dat wordt allemaal opgemengd. Zo. We kunnen daar al peper en zout op doen. Een beetje grof zout bij. Die mengeling van boontjes en spek en aardappeltjes, die beginnen we lichtjes terug op te warmen. Het is een lauwe salade. Je kunt het koud eten, maar het is het lekkerste als alles lauw is. Dus dat is al allemaal bij elkaar. Die uien die aangestoofd zijn, die mogen er ook bij. En dan hebben we dat lichtjes gezuurd sausje waar we er wat van gaan bij doen. We gaan dat netjes, niet ingewikkeld, maar netjes en proper dresseren. En wat gaan we doen? We gaan eerst zorgen dat we er de boontjes bij hebben. En we doen de aardappelschijfjes bij. En dan het spek dat in tocht, dat het rijkste element is van de salade. Dat spek dat gaan we er zo boven leggen. Voilà,
Ik denk dat we zo een plezant portietje bij elkaar hebben. Ik vind dat een prachtig gerecht. Zo'n Laakse salade, die zonder het vergeten is. Misschien nu niet meer. Smakelijk. Well, I'm too scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs.